deze nieuwe video van Polestar. Ik heb een mooi bezoek. En wie zou het kunnen zijn? Hier is die dan. Ja, ik allemaal. En ik heb een verrassing. Ja, het is niet meer zo echt het thema. We zijn er allemaal gepasseerd, maar ja, toch beter dan. Dus ik ga het even laten zien. Kijk, allemaal kerstballetjes. Hier staan ze allemaal op een rij. Schoon, hè. Ja, er is ook nog een bal van Silke. En ja, maar ja. Dus mijn tante en mijn zus hadden we samen op de foto gezet. Die gaan we eens in de boom hangen. De boom staat er nog. Daarom staat eigenlijk de boom een hele tijd om die er nog eens één keer in te hangen. Dat klinkt eigenlijk raar, hè. Maar we zullen haar... Ja, ik heb ook een cadeautje. Een leuk cadeautje. Ik heb er zelfs twee. Maar deze is ingepakt. Het ander is niet ingepakt, namelijk. En dat is natuurlijk, ja... Dat is niet zo spectaculair, hè. Dus als ze uitpakt, want het is niet ingepakt. Maar dit is wel ingepakt. Dus daar gaan we even gaan. Oh, Mickey. Zodat je misschien wel weet, zij houdt van Mickey. Dus alles van Mickey is goed. Oh, dankjewel, Sir. Kijk, dit is het. Allemaal stickertjes en al die dingen. Mooi, hè? Daar ben je wel blij mee, hè? Ja, heel blij. Kijk eens, hoe mooi. Dat is een heel t-shirt, hè? Dat wil je misschien niet goed zien. Daar hou ik helemaal van. De ballen hangen er nu in. En dan, ja, binnenkort wordt hem afgebroken, maar hij heeft hem gelangen erin, dus... Wel mooi, eigenlijk. Ja, dat we ziek geweest zijn, daar kunnen we niet aan doen, hè? Nee. Dus, dat heb ik liever anders gehad. Prachtig. Zo zijn we zijn aan het wandelen en we gaan we naartoe? Naar de shopping. Ja, moet je heel lang over nadenken. Ja, ik weet natuurlijk dat hij... Hoe noemt hij eigenlijk? Het Waasland Shopping. Ah, nou, we gaan naar het Waasland Shopping. Maar wij noemen dat eigenlijk in Sinterklaas. Wij zijn koopcentrum. Vroeger noemen we dat koopcentrum. Wij noemen dat altijd het koopcentrum. In het Sinterklaasje mondje. Maar ja, Waasland Shopping klinkt beter. Oh ja. Dus omdat het ook in het Waasland ligt. Olé, olé. Olé, olé, olé. We zaten er net in de live van mijn zus. Het was wel heel leuk eigenlijk om nog eens duo live te gaan. Het is altijd natuurlijk wel altijd een beetje lastig als er andere mensen in de live zitten. Ik denk dat ik niet zoveel zeggen, maar ja. Het was wel heel leuk eigenlijk. Hè. Ik ben erbij en dat is voornamelijk. Het was vooral om ook iets met haar te doen. En als vanavond Elga live is, dan gaan we dat ook eens proberen. Ja. Maar ik weet natuurlijk niet of ze live komt. Maar als ze live komt, gaan we dat ook doen. Dat zal wel de max zijn. Ze heeft dan toch al werk gevonden. Ja. Dus we gaan dan door het parkje gaan. Het parkje. Nee, we zullen wel omgaan, want het heeft waarschijnlijk gisteren geregend. Hè. Dan gaan we door. Een beetje om. Dan mag je hier oversteken. Ik heb nu zeker wel 20 per schoen. Hè. 20? Dat zijn eigenlijk zomersloffen. Hè. Allee, ja. En ik stap daarmee zo graag. Ik heb daarmee geen pijnvoeten. Ik heb al een keer Baroni, een splinter... ook van die sportschoenen gekregen, maar van Mickey Mouse. Hij heeft mij die zelf betaald. Want we waren toen met Jana en al. Eris, dan is het nog vroeger. We lopen hier al. We zijn er bijna. Misschien is er wel iets te zien, hè? Een konijn. Misschien een konijn, ja. Misschien een konijn. Maar ik vind dat wel goed om hier zo kunnen doorsteken. Want dat je zo langs die grote straat moet gaan. Dat is wel, ik praat op een fietser. Ik vind het wel mooi. Ik ben hier ooit eens gaan wandelen aan de andere kant. En ik weet dat nog heel goed. Dan, ik was aan het bellen met Miranda en die zei tegen mij, weet je wat we zien? Terwijl, omdat dat ook die kant was, zo echt zo gezegd dat niet dat je eigenlijk nog gewoon... Ja, hier gewoon waar, omdat daar echt, er zitten winkeltjes, dat is daar echt, cafeetjes zit daar en dat was er precies, dat is anders.
eigenlijk. Dat is wel mooi. We zijn op pijn. Maar ze is al vaker geweest, het was een shopping. Wie, Miranda? Jij. Ah ja, met jou, hè? Zij nooit. Zij nooit? Ze is niet vaak gekomen, nee, ze is zo vroeg gegaan. Met die corona die er tussen kwam. Ja, maar... We zijn op pijn, we zijn hier al op de parking. En het is er echt... Ik denk wel dat het gaat meevallen van drukte, denk ik. Ja, ik ben zo wat bezig, maar ik denk wel dat het mee gaat vallen. Het is nu niet dat het kerstmis of nieuwjaar is, want dan is het hier altijd kei druk. Ah ja, dat zal. Maar ik denk dat het wel gaat meevallen. Sowieso. Want ik weet dan dat ze de eerste keer... Ja. En zeker zo van die pollokers. We zijn... Het is ondertussen al wat donkerder aan het worden. Ze heeft veel gekocht. Allee, veel. Ze heeft een t-shirt gekocht en een verband. En ik heb ook een verband gekocht, een gekleurd verband. Dus dat gaan we straks uittesten. Of wat dat wel wil blijven plakken. En vond je een beetje normaal leuk? Moet dat blijven plakken. Normaal. Vond je wel leuk? Ja, heel leuk. Super. Dus... Dat is echt wel... Ik heb mijn lichtjes weer aangedaan, kijk. Lichtjes weer aangedaan. Gewoon, hè. Ja. Dus het valt wel mee gekast. Allee, ik denk dat we wel serieus ons... We hebben echt gezweet daar, hè. Dat is niet te doen. Het was echt warm en druk. Het was ook wel heel druk. Ja. Sommige plaatsen was echt wel heel druk. Dat wel. Maar ja, dat heb je natuurlijk als zonde zijn, hè. In het Waasland dan... Dus het was wel wat... Dat zijn wel te doen, eigenlijk. We hebben wel heel veel dingen kunnen zien. Maar, ja. Je kunt er altijd plezier doen met Mickey Mouse, hè. En Minnie Mouse. Ja. Alleen die twee. Pluto wil ze niet. Tante, nee. Die zit bij het gezin, hoor, Pluto. Ja, dat weet ik. Maar Pluto, is dat zegt haar niks. Mickey, Minnie. Dus als u... iets wilt... ik zie het. Stuur dan naar bolstar@outlook.be. Voilà. En dan geeft ze dat door aan de poma. En de oma, hè. Maar het moet alleen Mickey en Minnie Mouse zijn, hè. Dus, je weet waar je naartoe kunt mailen. Als je dat zo hebt, je kunt opschrijven, geen probleem. Dat staat ook in de beschrijving. Dus, en dan hoef je maar te sturen naar daar of via Instagram. Als je geen e-mailadres hebt of wat dan ook. Via Facebook, altijd goed. Nee. Deze avond krijg ik daar zo'n 100 berichtjes. Ja. Hier een t-shirt. Vanavond zal het nog niet zijn, maar we lopen een dag achter. We zitten hier nu op het... We zijn op de Tuur. En we gaan lekker frietjes eten. Ja. En zij heeft ook iets besteld. Wat hebt u besteld? Ik heb een mini pakketje besteld. Een koud balken. En een potje mayonaise. Kijk, de frietjes. En dat vlees samen. Dat is lekker. Heel lekker. En dat is mijn eten. Ik kom het in de sterpschelm. Maar dat is mijn hamburger.